Beste mensen, een bijzondere Nederlandse wijn van Wijngoed Montfland. Deze Kasteelhuis Bergserie, de Solaris Barrique. En dat wil al zeggen dat hij op houtrijping heeft gelegen. Deze witte wijn van de Solaris Drive, dat moet u een beetje zien als de Chardonnay-achtige van Nederland. Dus een beetje rond, een beetje filmend, niet zo heel erg hoog in zijn zuren en wat rijk in de smaak. Die kan heel goed op hout gerijpt worden. Dat is ook gebeurd. Een aantal maanden heeft hij een nieuw hout gehad. Dat geeft een mooie volle tonen aan, een beetje boterachtige tonen, een beetje eikenhout erin, een beetje vanille. Een heel honingachtige tonen heeft hij. De wijn is droog van smaak, heel sappig. Niet zo heel elegant, maar wel rijk van smaak. Hele volle wijn die zeker aan tafel gedronken moet worden. Leuk is ook dat hij een medaille heeft gehad van de Berliner Wijntrophy. Bijzondere wijn uit Nederland.